als op een of andere reden de meteropnemer de stand niet heeft kunnen opnemen, dat het systeem dan een tarief gaat bepalen op basis van de historie. En soms kan het gebeuren dat in de historie er hogere cijfers voorkomen dan wat de mensen nu gebruiken, waardoor je dan met die historie een hogere berekening krijgt. Mm-hmm. Dus als zij dan terugkomen met hun juiste meterstand, met een foto of zo, dan kunnen wij dat dan controleren. En dan duurt het wel even om het te doen, omdat het niet automatisch kan gebeuren vanwege de complexiteit van het systeem. Ja, ja, en dan ja. wordt het dan uitgerekend wat het werkelijk moet zijn. Maar dit gaat in de toekomst, over niet al te lange tijd, rond eind van het jaar, volgend jaar, gaat dit vervallen, omdat we dan in staat, we gaan overstappen naar de smart metering system, mm-hmm. waarbij twee dingen zijn eigenlijk. We gaan kijken naar, we gaan opzetten op prepaid system, net als je mobiel, dat je zelf betaalt, koopt hoeveel je wil gebruiken en het gaat gebruiken en het zelf beheert. En voor de andere mensen die niet willen, gaan we dan overstappen naar smart metering. Zoiets heb je ook in het Caribisch gebied, geloof ik. Ja, ja. ja op sommige plaatsen. En dan gaan we dan op afstand elektronisch de meter aflezen.